Het klimaat heeft jou het hele jaar nodig. Dat is het centrale thema van de Klimaatweek dit jaar. Van 11 tot 18 november. Het kabinet lijkt 2030 als streefdatum definitief losgelaten te hebben. Maar in Gouda wordt hard gewerkt aan oplossingen voor de uitdagingen die voor de deur staan. Mijn naam is Annemarie Visser. Mijn gasten zitten al aan tafel en dit is Gouden Stad Informatief. En u thuis natuurlijk weer heel hartelijk welkom bij Gouden Stad Informatief. Een buitengewoon interessant onderwerp dat ons allemaal raakt vanavond aan tafel. Welkom Josephine de Bruin, jij bent de klimaatburgemeester. En Wim Klaassen, jij bent van Weerclub Gouda. Maar jij bent ook hoogleraar geweest, docent, universitair docent. Ja. Aan de Universiteit in Groningen. En met name was jij gespecialiseerd in klimaatveranderingen. We zitten midden in de Klimaatweek. Een paar weken geleden kregen we de schokkende beelden te zien uit Spanje en Frankrijk. Dat was echt angstaanjagend. Wim, kunnen wij dit nu hier ook in Gouda gaan verwachten? Ja en nee. Nee, omdat de Middellandse Zee veel warmer is dan de Noordzee, waardoor het in de Middellandse Zee heftiger gaat dan hier. En ja, omdat de Noordzee ook in snel tempo opwarmt en de buien steeds heftiger worden, waardoor wij buien kunnen verwachten die we hier nog nooit eerder hebben gezien. Dus het gaat eigenlijk erger worden, zeg je? Het gaat erger worden. Ja, maak je daar grote zorgen over? Ja. Daar wil ik straks alles over weten. Want Josephine, zijn er nog steeds mensen in de wereld die ontkennen dat er wat aan de hand is met het klimaat? Ja, die zijn er. Hoe komt dat? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Het is ook een hele moeilijke vraag. Maar laat ik het heel plat slaan. Is dit nu iets van deze tijd? Komt dit door de slechte invloed van mensen? Of is dat iets wat we eigenlijk door de eeuwen heen, of door de duizenden, tienduizenden jaren dat de wereld al bestaat, hebben gezien? Het klimaat heeft altijd al veranderd. Bijvoorbeeld zijn er ijstijden geweest. Maar de huidige klimaatverandering is anders dan alle voorgaande. Dit speelt op decennia. En vroeger ging het over duizenden jaren dat je het klimaat zag veranderen. En dit gaat nu in een snel tempo. Wanneer praat je echt over een klimaatverandering of over een natte zomer? Ik sla het heel plat hoor, ik weet het. Maar... Klimaatverandering, dan kijk ik over langere tijd. Dus één keer een natte zomer, dat is als klimatoloog niet interessant. Maar 10 keer een natte zomer achter elkaar, dan zeg je, hé, er is iets aan het veranderen. Ja. Josephine, jij bent klimaatburgemeester. Dus jij staat voor deze klimaatverandering. In die zin juist ertegen. Maar hoe word je klimaatburgemeester? Ja, dat is een oproep geweest vanuit Economische Zaken en Klimaat. Nu Economische Zaken en Groene Groei. Er was een vraag van welke mensen willen zich hard maken om mensen te inspireren, mede-inwoners, om CO2-uitstoot te verlagen. Ja. En ik zelf zie het iets ruimer, want ik denk dat klimaat is meer dan alleen CO2-uitstoot. Denk aan biodiversiteit vergroten, denk aan zoetwatergebruik. Dus het is meer dan alleen de CO2-uitstoot. Dus op die manier, en ik denk dat er niet alleen inwoners een rol spelen, want we hebben ook bedrijven en organisaties. Dus eigenlijk zie ik het iets breder dan alleen de nauwe definitie. Maar dat is helemaal prima. Dus we zijn nu met ruim 250 klimaatburgemeesters in Nederland. In Gouda is er nog een klimaatburgemeester, ik ben niet de enige. Ja. Dus Edward Uitenbroek is ook klimaatburgemeester. Met welke missie zit je in deze uitdaging die je aan bent gegaan? Nou, voor mij is het heel erg veranderd. Dus ik ben in de vorige klimaatweek begonnen. En toen dacht ik heel erg, ik moet dingen gaan doen en gaan organiseren. Maar ik heb zoveel mensen ontmoet in Gouda en er gebeurt al zoveel. Dat ik eigenlijk denk, het gaat meer om met elkaar het gesprek voeren, de zorgen delen en in actie komen. Ja. Het is een soort verandering geweest voor mij van hoe ik een jaar geleden hier zat en hoe ik hier nu zit. Ja. Ja, helder. Wat ik me eigenlijk afvraag, alle maatregelen die we... Want dat is ook het thema eigenlijk van deze klimaatweek. Wat kun je zelf doen? Maar kunnen we wel wat doen? Ik vroeg het net eigenlijk ook al. Ik weet nog dat een jaar, anderhalf jaar geleden Rob Jetten kwam met een pakket van 28 miljard. En er werd nogal cynisch op gereageerd toen naar buiten kwam dat er dan 0,00036 of zo, misschien nog minder, graden...
daling zou zijn. Dus eigenlijk helemaal niks, lijkt me. Zijn we te cynisch? Ik vind het wel, als je het op die manier bekijkt. Want dat is dat alleen Nederland iets zou doen en verder niemand iets doet. Maar klimaatverandering kun je alleen maar globaal aanpakken, dat de hele wereld iets doet. En dat gebeurt ook om ons heen. In de Europese Unie is de afgelopen 30 jaar de CO2-uitstoot al met zo'n 30% gedaald. Ja. Dus we doen echt iets. En dat kan ook makkelijk, want op het ogenblik is zonne-energie, windenergie goedkoper dan fossiele energie. Dus dat gaat bijna vanzelf dat dat al de goede kant op gaat. Het verandert ook. Maar als je dan kijkt naar Europa, de wereld is groter dan Europa. Doen andere landen voldoende aan het klimaat? Of in ieder geval aan het... Wat mij betreft doet niemand voldoende aan het klimaat. Ja. Maar iedereen werkt er wel aan. Bijvoorbeeld de meeste zonnepanelen worden wel geïnstalleerd in China. Dus ook een land als China doet echt veel voor het klimaat. Ja, China loopt echt voorop. En dat vind ik wel heel boeiend. Want heel veel mensen zeggen van, wij als Europa, als wij als enige iets doen en de rest doet niks, wat heeft het voor zin? Want China doet niks. Maar dat is dus niet waar. Die lopen echt voorop. Ja. We hebben het zelfs in de wet opgenomen dat er rekening gehouden moet worden met het klimaat in de grondwet. En dat is bij ons nog niet. In China is er dat is wel heel merkwaardig natuurlijk, want China staat bepaalde dingen in de grondwet waar we niet blij van worden in het Westen. Maar ze hebben in ieder geval opgenomen in de grondwet dat het een plicht is om aan te... Ja, om met het klimaat bezig te zijn. En de specifieke definiëring, die ben ik je nog even verschuldigd. Maar zeker. Waarom kunnen wij dat dan? Dat is natuurlijk een beetje een hypothetische vraag. Maar waarom kan onze politiek dat dan niet? Dat weet je waarschijnlijk ook geen... als ik de vraag stel. Ja, sommige politieke partijen gaan heel enthousiast voor het klimaat. En er zijn ook politieke partijen die het klimaat niet interessant vinden. Ja. Als je nou kijkt naar de gemeente Gouda, want die doet heel veel maatregelen. Jij bent klimaatburgemeester. Wat vind je van die maatregelen? Ja, mooie vraag. Ja, het is klimaatburgemeester is een vrijwilligersfunctie, dus ik ben niet onderdeel van de gemeente. Of ik spreek ook niet namens de gemeente. Dat is altijd goed om even te melden. Ik vind dat we in Gouda goede ambities hebben. CO2-neutraal 2040. Dat is wel een duidelijke ambitie die Gouda dan ook uitspreekt. Daar zijn veel maatregelen voor. Er is laatst een doorrekening geweest dat we met de huidige maatregelen de ambities nog niet halen. Maar dat is in ieder geval besproken in de gemeenteraad. Maar we zijn ook de meest bijvriendelijke gemeente. We hebben ook een prijs gewonnen van de Groene Speelplaatsen van Jantje Beton. Dus er gebeuren heel veel goede dingen. En tegelijkertijd denk ik, eigenlijk net als wat Wim zegt, doen we voldoende? Dat niet. Maar we gaan wel met elkaar de goede kant op. En dat geeft heel veel hoop. Ja, jij wil graag mensen inspireren. Jij wil verbinden. Op welke manier zou je dat dan willen doen? Dat doen we eigenlijk nu al. Dus er zijn al heel veel initiatieven die ook heel leuk zijn. Zoals bijvoorbeeld de wandelende bomen tijdens de verwondering. Ja. Zijn die kruiwagens met die kruiwagens met die bomen waarmee we lopend door de stad gingen. En die lopen nu nog steeds door de stad. Ook om op een leuke manier met elkaar bezig te zijn. Maar ook te laten zien wat de kracht van bomen is. En ook de kracht van ontmoeting. Want die bankjes die hebben, of het zijn bakken met bankjes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar we hebben dus ook met het Energienetwerk Gouda bijeenkomsten georganiseerd. De Energie Happening, waarbij we ook met elkaar kunnen kijken. Hè, van, er zijn vaak mensen in wijken al bezig met isoleren. Ja. En hoe, als er huizen op elkaar lijken, dan kun je denken van, ik kan het voor mezelf uitzoeken. Maar ik kan ook mijn kennis delen. Misschien kunnen we wel met elkaar inkopen. Dan is het voordeliger voor iedereen. Dus we hebben dus al die initiatieven uitgenodigd om met elkaar te kijken van hoe kunnen we nu meer mensen bereiken dan alleen dezelfde mensen. Heb je zelf ook met die bomen gelopen? Zeker. Hoe reageren mensen dan? Zijn er dan? Superleuk. Ja. Ja. En ook we gingen een proefronde door de stad voor de verwondering. Hadden we de bomen ook even geparkeerd. En er kwamen gelijk allemaal mensen uit de huizen. Mensen die elkaar nog niet eerder hadden gesproken of ontmoet. Dus toen hebben we lekker met z'n allen koffie gedronken. Ja, dus het mes snijdt ook aan twee kanten. Zeker. Wim, als je dit soort initiatieven kijkt vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Is dat dan voldoende? Nee, maar ik ben wel heel blij dat het gebeurt. Want vanuit de wetenschap zeg ik, elke tiende graad telt. Ja. Dus dit telt ook. Als we niks doen, waar gaat het dan heen?
Als we niks doen, dan komen we eind van de eeuw op, ik denk, een graad of 4 opwarming. Ja. En dat is echt dramatisch. Want in hoeverre is dat dan dramatisch? Waar moet je dan aan denken, aan de gevolgen? Nou, behalve dat er meer doden tijdens de hittegolf zullen komen, ja. Krijg je veel heftiger neerslag. Wat we dus nu al in Spanje zien, dan zou je het ook al in Nederland dat soort heftigheid krijgen. En in Spanje zou het nog heel veel erger worden. Tegelijkertijd, dat klinkt tegenstrijdig, maar niet alleen meer wateroverlast, maar ook watertekort, droogte. In Spanje bijvoorbeeld ook dat verwoestijnt voor een deel. Ja, dat zou ook veel extremer worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de landbouw geschaad wordt, dat er niet meer genoeg voedsel geproduceerd kan worden. Ja. Wat mij eigenlijk opvalt, als ik er zelf naar kijk, is bijvoorbeeld inderdaad die hele lange natte voorjaars die we ineens, die worden daar ook door veroorzaakt. Wordt er vanuit de politiek of vanuit de voorlichting wel de juiste invalshoek gekozen? Omdat we heel vaak denken van, nou weet je wel, 4 graden, nou wordt het in Nederland lekker, een beetje subtropisch, palmbomen, hartstikke gezellig. Maar als je dan een heel lang nat voorjaar hebt, dan denken we, oh wow, als dit het is, raken we wel met al die klimaatweken en alles wat we doen de juiste toets bij de mensen? Ik zou zeggen nog niet, want blijkbaar is nog niet iedereen ervan overtuigd. We moeten hier hard aan werken. Ja, wat mij ook opvalt, en we hadden het er net ook over toen we in het voorgesprek, is dat er een enorm zwabberend beleid is vanuit de overheid, althans dat vind ik als burger. Namelijk op het ene moment moet je zonnepanelen, je had het net al in China, gebeurt dat zelfs vanuit een grondwettelijke opdracht. Maar op het ene moment worden we allemaal gestimuleerd om met allerlei maatregelen om zonnepanelen op het dak te leggen. En dan het volgende moment moeten we gaan betalen omdat we stroom terugleveren. Of dat het net niet het aan kan. Of die salderingsregeling wordt geschrapt. Ik denk dat veel mensen dan ook denken van ja, wat is dit? Waarom doen we dat eigenlijk? Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik weet wel dat dit te maken heeft met dat we een andere regering gekregen hebben die andere prioriteiten stelt. Ja, maar ook de regering hiervoor was al bezig met die salderingsregeling af te schaffen. En het terugleveren van energie te betalen. Dat heeft, ik begrijp wat je zegt, maar dat heeft niet zozeer met deze. Ik denk dat het sowieso complex is. Want het is denk ik altijd heel makkelijk om terug te kijken en denken, het zwabberde. Of ik denk dat het een hele complexe materie is waar we aan de voorkant, wij weten nu ook niet hoe de wereld er over 5 of 10 jaar uitziet en wat er dan nodig is. Dus ik denk dat die nuancering wel goed is om te maken. We hebben aanstaande woensdagavond organiseren we ook een avond precies daarover. Waarbij we kijken naar het beleid van het verleden van hoe werkt dat? Remco de Boer, schrijver van het boek Droomland, zal daar zijn. En ook Maya van Schoonhoven, die kijkt dan naar de toekomst toe. Hoe ziet de toekomst in de energie eruit? Zijn dat dan energiehubs, buurt, batterijen? Hoe organiseren we dat? Dus die schetst een toekomstperspectief. Ja. En ik denk dat we dat heel erg nodig hebben van waar gaan we ook naartoe met elkaar? Wat kunnen we doen? Want ik merk, we hebben het hier ook over de politiek, op landelijk niveau, op gemeenteniveau. En dat is een logische gedachte. Maar uiteindelijk denk ik, en dat is ook op basis van onderzoek, we zijn met elkaar als individuen vormen een hele sterke kracht. Dus we kunnen heel erg afwachtend zijn en in de rol zitten van van stemmer, van burger die zich verhoudt tot de politiek. Maar we zijn tegelijkertijd ook gewoon mens. En met elkaar kunnen we gewoon heel veel dingen organiseren en regelen. Dus dat is in ieder geval mijn pleidooi. In ieder geval ook wat ik het afgelopen jaar heel erg heb gezegd. Dat we kunnen met elkaar opstaan. En met elkaar gaan kijken hoe willen we samenleven. En ik denk dat dat de vraag is die voor ligt. Ja. En uiteindelijk kunnen we daarmee, de politiek gaat mee op wat de culturele maatschappelijke norm is. Dus ik denk dat we daar veel meer kunnen dan we denken. De verandering moet van onderaf komen en door elkaar te vinden en samen op te trekken. Wat op zich al heel erg mooi is, wat jij ook al aangaf met het bomenproject. Want het geeft veel plezier en hoop en ik denk dat dat heel belangrijk is. En natuurlijk is er vanuit de politiek heel veel nodig en mogelijk. En weet je, dat kun je doen door op bepaalde partijen te stemmen. Maar je kunt als inwoner, gewoon als mens, ook heel veel. In het sociale aspect, je kunt minder vlees eten, je kunt
overstappen naar een duurzame bankrekening. Dat zijn allemaal hele kleine acties. Maar als we dat met elkaar gaan doen, dan maken we een grote massa. En daar gaat het om. Ja, dan maken we het verschil. Dat is eigenlijk in een materie die heel, nou ja, een doemscenario in zich heeft, een hele mooie positieve boodschap. Wim, wat zie jij als hoopvol bijeffect? Nou, ik wilde even nog op het oude teruggaan. Die zonnepanelen, die zijn heel snel ingeburgerd, omdat ze zo goedkoop waren. Dus wilde iedereen het. En een nadeel van het grote succes is dat we dan zien, hé, maar het elektriciteitsnet kan dat allemaal niet aan. En daardoor was er als het ware ook even een rem nodig van, ja, we moeten wel zorgen dat alles nog soepeltjes loopt, dus een stapje terug. Ja. En dan is het jammer als mensen gaan zeggen, oh, die zwabberende overheid. We moeten ook zeggen, dankzij dat succes zien we nu dat we eerst andere dingen ook weer aan moeten pakken om het geheel goed te maken. Begrijp ik, maar anderzijds gaan we toch even terug. Anderzijds begrijp ik ook wel de kritiek van mensen die zeggen van, maar je verwacht ook van de overheid dat die anticipeert, hè? Ja. In met een visie kijkt naar veranderingen die er moeten komen. We hebben het er heel even over gehad, maar we gaan er geen politiek programma van maken. We hebben het ook heel even gehad over het bedrijfsleven. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een KLM die dan de rechten van boeren opkoopt, maar zelf wel enorm daardoor uitbreidt. Ja. Dus ik denk dat we daar, dat daar wel schuren de dingen liggen. Toch stel ik nog één keer de vraag aan jou, ja, van geef ons hoop. ik denk dat de hoop ligt vooral in dat we steeds beter leren om te gaan met de veranderingen die er komen. Want het aantal doden door hittegolven is de afgelopen jaren niet toegenomen, omdat we er beter rekening mee houden. Ja, dus we leren leven met de veranderingen en tegelijkertijd leren we elkaar ook te vinden om te zorgen dat het niet nog meer verandert, waardoor het onleefbaar wordt. Mag zoiets, ik zo daarmee zo besluiten? Mag ik afsluiten. Oké, dankjewel. Mooi. Dank dat jullie mijn gasten waren en u thuis natuurlijk ook heel hartelijk dank voor het kijken. Is er meer informatie te vinden? Op maakgoudaduurzaam.nl, onder het kopje energie staat het hele programma. En per bijeenkomst kun je op een andere manier aanmelden. Dus helder. En ook voor in de toekomst kan je ook op die website van alles terugvinden over hoe we Gouda met z'n allen duurzamer maken. Dank jullie wel. En u thuis nogmaals, dank voor het kijken. We zien u graag snel weer terug bij Goudenstad Informatief.